We hebben hier de schaal met ingrediënten. Oké, okay, dames en heren, dan gaan wij nu verder met het mixen van de producten. Oké, het is gemixt op een manier die niet gezond is voor de mensheid. Oké, wij vullen dit aan met water. Gewoon water erbij. Ja, zo is genoeg. Het wordt een maaltijdsoep, dames en heren. Een beetje doorkneden. Hoppakee. En dan hadden wij hier nog peper. Peper en zout. Het ziet er niet eens heel erg uit. Kruiden toevoegen. We gaan een beetje een gespecieerd maken. Peper erbij. Een beetje curry erbij. Er zit nog dicht. Ze zitten allemaal nog dicht. Wat betekent dat we ze eerst nog open moeten maken? Wat? Majoraan. Zo. Muskaat. Beetje curry erbij. Hoppakee. Van kleur erbij. Een belangrijke les. Maken. Hoe meer kruiden erbij, hoe gespijzer de soep is, hoe gespijzer de soep is, hoe beter die smaakt. Ja. Dit is de soep van zich heel erg bij. Tijn. Lang leven mijn macro-mens. Als je nou niet in de soep hangt. Oké. Okay. En nu voegen wij misschien wel het meest belangrijke stukje toe. Het is goed, kleine hart. Rabarber. Eerst mixen wij de soep nog even. Met een vies mes. Zo. Dit mes is schoon. Ja, nu niet meer. Jawel. Rabarber! Rabarber! De sappen van de rabarber zijn belangrijk. Rustig. Die kleur heeft de sap van de rabarber. Uitkijk mensen, want rabarber veroorzaakt vlekken die je er over het algemeen niet meer uitkrijgt. Met andere woorden. Wees voorzichtig ermee. Auw! God. Wees voorzichtig. Oké. Okay. We hebben nog iets meer van die shit nodig. Tot erop. Ah, dat is pijn. Oké, ja. Genoeg rabarbersap denk ik wel. Oké. Laat het voor de laatste keer een beetje goed doorroeren. Tot erop, man. Oké, we roeren het nog één keer daar. Oké. Hoppakee, het is klaar voor de magnetron. Ja. Dan moet je even dat weghalen. En dan... Oh. Materiaaltransport. Joh, ga je mijn ingrediënten erbij gooien? Help. Ja. Lennart, die brengt over in de magnetron. In de magnetron. Dit. Rollen wat? Nee, maak hem niet kapot. Mag dan het wat? Hey, 800 watt, je weet het al helemaal. 800 watt, een paar minuten, oké. Okay. Niet zo lang. We kunnen hem toch weer uitzetten. Ja, oké. Okay. Ja, zo is het wel goed. Oké. En nu wachten geblazen. Wachten. Ondertussen. Auw. Godverdomme. Dat is pijn, als een modder. Zullen we in de tussentijd een beetje smashen? Nee. We moeten in de tussentijd een beetje gaan opruimen. In de tussentijd doen wij rabarber op een tosti-ijzer. Nee. Ja, we maken een stukje rabarber klaar. Nee, maar vul dit van dan. Kom. Rutger, hier. Even niet doen, hè. Rutger, vul even hier. Een tweede bijgerecht wat we vandaag maken is geroosterde rabarber. Hiervoor moet men eerst even een beschermd verwijderen van de rabarber. Zo, ook de andere kant. Zeer belangrijk. Schil verwijderen. Hoe precies? Zo. Schil verwijderen. Hoe precies, in deze camera? Schil verwijderen. Hoe precies? Schil verwijderen. Wat zei die nou? Ik heb niks staan. Zo. Vervolgens snijdt u de rabarber in parten. Kaas, muskaat en rabarber. Zo. Geef mij eens een blokje. Die zijn nog stukjes. Bijna, wacht even. Zo. Nee, even een versje. Twee mooie stukjes rabarber. Een klein stukje afsnijden, worden heel rustig. Zo. Ja. Ja, jouw hand is voor. Twee stukjes rabarber. Komt de soep al? Rabarber.
tijd om de soep door te roeren. Is die warm? Nog niet. Soep doorroeren. Oké, stop maar. Let het niet in de hele magnetron. Oké. Vervolgens gaat hij weer verder. Hoppakee. Wij waren hier nog bezig met de stukjes rabarber. We hebben ze inmiddels. Nu is het tijd om wat specerijen toe te voegen. In dit geval kiezen wij iets zoeters. Wat aan brood en kaas houdt. Muskaat. Nee. Muskaat is niet zoet. Al hou jij van brood en kaas, dan film ik. Gewoon peper. Nee, wacht. We hebben geen brood en kaas nodig. Aan de kant. Jawel, je bent al de doorstruis. We voegen wat zoete troep toe. In dit geval gebruiken wij fris vruchtenlimonade. Gewoon een beetje, klein beetje erop gieten van die aanmaaklimonade. Ja. Je kent het wel. Hoppakee. De rabarber heeft van nature een zeer zure smaak. Dus het is belangrijk dat je ze met zoet wat aanvult en dat compenseert. Dat compenseert! Gewoon een beetje uitsmeren, zo eroverheen, zo. Een beetje laten inwerken. Andere kant ook, achterkant ook. Kant ook, belangrijk, nog een beetje extra. Oké. Zo. Dat is geniaal. Dames en heren, het is wel uitkijkers blazen, want zoals u waarschijnlijk wel weet. Hey, wacht nou! Rabarber met aanmaak hier maar aan. Geef een extra S. Hey, dit is een serieuze les! Blijf bij de les! Rabarber met aanmaak hier maar aan. Geef een extra S of lekker. Rabarber gaf al rode vlekken. Dit krijgt u er niet meer uit, dames en heren. Dus beware voor deze dingen. Oké. Dat is niet grappig, Porsche. Oh, wacht, er zit een... Nee! Zoet! Het is niet meer zuur, dat is goed. Nee, echt niet. Oké, tussendoor mag er lol gemaakt worden. Er mag lol gemaakt worden. En we hebben twee stukjes rabarber. Ingevet met shit. Oké. Wij openen de... Zet maar even neer, dat is iets veiliger. Een stukje rabarber erop. Zo, en nog een stukje rabarber erop. Ja, en maak hem erin. Dit kan alleen maar vreselijk gorgels maken. Mooi. Laat mij even dicht zitten. Het moet zeker een paar seconden koken. 20. Kook de soep inmiddels al. De soep kookt nog niet. De soep wordt telkens warmer, maar kookt nog steeds niet. Zo. Laten we in de tussentijd even kijken hoe het zit met de rabarber. We halen hem naar voren. Kijk uit. Zorg altijd dat hier een oude bij is. Oh, dat ziet er al goed uit. Dat ziet er al goed uit, dames en heren. Het ruikt niet eens verkeerd. Dat ziet er al goed uit. Ik ruik de soep en het ruikt niet eens slecht. Zo! In de tussentijd. Film mij. Kijk, vlees. Is uiteraard ook goed te eten. Gadverdamme. De rabarber is klaar, dames en heren. Wij pakken uit de kast natuurlijk een bordje. En, want wij moeten het natuurlijk wel kunnen serveren. Hoppakee, dit ding gaat weer open. Oh, dat ziet er goed uit. Een vorkje. Er is alsnog geen vorkje. Zorg al dat u het mes telkens schoonmaakt. Want anders is het natuurlijk vies. Professional als wij zijn. Zo. Dit is heerlijk als toetje, dames. Wacht, het is nog niet klaar. De stekker eruit, anders kunnen de dingen heel fout gaan. Zo, dat mag even dampen. Vervolgens is het belangrijk om nog een laatste laagje over de vingers. En zachtjes insmeren. Het is warm, het is nog warm. Even het zachtjes smelt wel warm. Ja. Sinds wij hier hebben schoongemaakt, hebben we onze handen gewassen. Ja. Echt waar? Ja. Zo. Omdraaien, een paar keer omdraaien, tussendoor. Echt niet. Zo. Zorg dat u het een beetje opmaakt. Dat is altijd net dat souplesse, weet je wel, souplesse. Even kijken, wat hier. Dat is souplesse. Blikselderij, ja. Kookt het al? Mag ik even mag ik doe nog een grap in dat ding? Ja, voor mij wel. Juist.